Ja, helaas. We staan hier nu op woensdagmiddag. De ijsbaan zou open gaan en het kan helaas niet doorgaan. Het ijs is nog te zacht, waarschijnlijk door de zon. We zijn vanaf maandag Gabor, de groundsman van onze tennisvereniging. Dinsdagnacht bezig geweest met spuiten en alles in orde te maken. Maar waarschijnlijk is het nog iets te vroeg. Dus de planning is nu om het morgen, donderdagmiddag, vanaf een uur of één, dat de kinderen en iedereen kan schaatsen. Nogmaals, het is heel erg jammer, maar het is niet anders. Anders schaatsen we in één dag of één middag schaatsen we alles kapot waar we 2 dagen en nachten aan bezig zijn geweest. Hoi, ik ben Rox van Schaatsclub Hitland. Ik sta hier bij de baan. Hij is gelukkig al dicht. Nu is het aan de voorste om het ijs de juiste dikte te laten krijgen. Op dit moment stallen wij een keet van onze sponsor Hazenbroek en Tameris. Hierin gaat onze koek en sopie ingesteld worden, ingericht worden. Vrijdagmiddag om 4 uur proberen wij open te gaan. En als jullie zin hebben om te komen schaatsen, jullie zijn van harte welkom. Als je geen lid bent, is geen probleem. Je kan hier een vrijwillige bijdrage doen, als veegeld noemen wij dat. Als je wel lid bent, dan moet je er sowieso komen. Dus we zien jullie om vrijdag 4 uur op deze baan. Ja, goedemiddag, Jan-Dirk Vink is mijn naam van de IJsclub Moordrecht. Zoals je ziet staan we hier bij de ijsbaan. Vanmorgen vroeg heb ik ook gekeken, toen zaten er nog 2 zwanen in het wak, zoals je daar ook kunt zien. Die zijn eruit gehaald. Het ziet er goed uit, de ijsplaat. Het is glad. Er ligt nu een paar centimeter ijs in. We moeten ongeveer een centimeter of 9 à 10 hebben. We willen het echt helemaal goed veilig wezen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het misschien van de week nog net niet lukken. Dus we hopen dat het goed doorvriest. En dan hopen we dat we zo rond het weekend of gelijk na het weekend op deze mooie ijsplaat kunnen staan.